vandaag is met chauffeur voor zakenvervoer, privévervoer, bruiloften onder andere. En dat doen we met 17 wagens, 10 vaste chauffeurs in dienst. We rijden aan heel scherpe prijzen. Wij doen geen excessen, maar alles moet natuurlijk voor de klant budgetvriendelijk zijn, ten eerste. En ten tweede ook voor de firma's. Die hebben ook zomaar geen geld te spenderen natuurlijk, in overvloed. Wij maken meestal forfaits voor klanten eigenlijk, waar dat we dan proberen in dat budget van die klanten te geraken. Maar een standaard wagen voor, neem 3 uur, restaurantbezoek, 3-4 uur, zit je ongeveer aan de €200. Je hebt ook een heel speciale wagen, speciaal uit Amerika laten komen. Vertel daar eens iets meer over. Ja, op een bepaald moment wagen gezien op het internet, via een van mijn chauffeurs die eigenlijk in de sector ook zit. En 28 dagen later stond hij in België. Hebben ze er nog iets aan moeten veranderen? Het enige dat we er eigenlijk moeten aan doen was Rutix onderaan, omdat in Californië wordt dat eigenlijk niet gebruikt. Het hangt een beetje af van dat niet zakelijk jonge koppeltjes zijn. Er zijn ook oudere mensen die dat graag zich laten geworden. En ik zeg het, we rijden eigenlijk voor iedereen die het wil. Zo zeggen. Hoe bent u hier geraakt, Jo? Wel, ik ben hier geraakt met een limousine, niet met de fiets, niet met de trein, nee. Waarom een limousine? Wel, dat is wel een beetje uitzonderlijk hoor, maar het is een beetje een luxueuze situatie, omdat ik vandaag ook de presentatie doe voor deze prijsuitrekking. En dat is wel heel tof om op mijn gemak te kunnen mij concentreren en ook een beetje de tekst te repeteren feitelijk. En ja, natuurlijk in hartje Brussel zo aankomen, iedereen heeft het wel gezien. Hè? Ja. Maar een compagnie zoals Belair, dat gaat met Le Maire, Belair, Le Maire, Sarim, Saram, komt tartine boterham.